Onderwijs richt zich op de toekomst, maar van de geschiedenis kun je leren. Leraar 24 gaat op zoek naar lessen uit het verleden. School is vaak een ongezonde plek voor kinderen. Te kleine lokalen met te veel kinderen zorgt voor een tekort aan frisse lucht. Gevolg: sufheid en hoofdpijn. Dat was vroeger wel anders. Toen waren er openluchtscholen. Op deze scholen was er veel aandacht voor lucht, licht en ruimte. Wat waren openluchtscholen en wat kunnen we vandaag de dag nog leren van dit uitgestorven fenomeen? Op de Haagse openluchtschool Leienburg worden kinderen geplaatst op aanwijzing van de afdeling kinderbescherming. Zij krijgen gedurende 21 uur per week les en worden op school geheel gevoed. De buitenklassen zijn in een beschutte boomgaard gelegen. Waar licht en lucht vrij binnenkomt, daar is het heerlijk fris. Daar blijft... Dick, Hanna en Joke waren leerling op de Sparta-school, een openluchtschool voor het gezonde kind. Maar de eerste openluchtscholen die werden opgericht waren bedoeld voor het zieke kind. Openluchtscholen voor het zieke kind die zijn ontstaan aan het begin van de 20e eeuw, zo tussen 1900 en 1910. En dat was in het kader van de tuberculosebestrijding. Kinderen die tuberculose dreigden te krijgen, of hele zwakke kinderen, die werden naar openluchtscholen voor zwakke kinderen gestuurd, voor zieke kinderen gestuurd, om daar aan te sterken. Een van de eerste openluchtscholen is geweest de eerste Nederlandse buitenschool in Den Haag. Dat was een gebouw dat bestond uit houten paviljoens. Verschillende paviljoens waren dat in de duinen. En er was één paviljoen met twee leslokalen. Dat was voor het slechte weer. Dan werd er les gegeven in die leslokaaltjes. Maar er was ook een lichthal bij, waar de kinderen konden rusten na de lunch. En er was een eetzaaltje. En dat was een soort overdekt dak. En waar de kinderen dan voor de rest in de buitenlucht aten. Kinderen, waar zitten jullie liever? Binnen of buiten? Buiten! Nou, trek dan je keep maar aan en ga zitten. De openluchtkuur werd tussen 1900 en 1950 gepropageerd door medici, schoolartsen, artsen van de gemeentelijke geneeskundige dienst. Die schreven zeg maar een openluchtkuur voor zwakke kinderen. En die openluchtkuur bestond uit verschillende onderdelen. Dus zitten in de buitenlucht, waarbij dan de wind en dergelijke op je huid een stimulerend effect heeft. Maar ook zonlicht. Zonlicht heeft iedereen nodig, ook nu nog steeds, om vitamine D bijvoorbeeld aan te maken. Maar ook beweging, gezonde beweging. 'S middags gaan de kinderen anderhalf uur rusten en de dag eindigt met een maaltijd bestaande uit boterhammen en melk. In de jaren 20 worden er meer openluchtscholen voor zieke kinderen opgericht. Niet lang daarna komt het idee op dat deze onderwijsvorm ook voor gezonde kinderen nut zou kunnen hebben. Er ontstonden openluchtscholen voor gezonde kinderen vanuit het idee dat gezond leven en in de buitenlucht, les in de buitenlucht, dat niet alleen goed is voor zieke kinderen of zwakke kinderen, maar het is natuurlijk ook goed voor gezonde kinderen. En een ander idee is ook dat men de kinderen zoveel mogelijk sport laat doen op het buitenspeelplaats. Want sport heeft ook een vormende werking, werd er gedacht. De Olympiaschool in Amsterdam was vroeger ook een openluchtschool. Het was de derde openluchtschool voor het gezonde kind in Amsterdam en werd in 1933 geopend onder de naam Sparta-school. Daarom is dus ons parool, leven de Sparta-school. Ik zat op deze school vanaf 1946 tot en met 1949. Ik vond het ontzettend leuk. En dat was natuurlijk ook omdat het nog gedeeltelijk die oorlogssfeer was. En het hoofd van de school ons een zo leuk mogelijke schooltijd wilde meegeven. Dus die maakte waar het maar mogelijk was
een feest ergens van. Dus we hadden een lentefeest en een zomerfeest en een bloembollenfeest. Dat, ja, ik heb er ontzettend leuke herinneringen aan die school. Je had allemaal op de school kleine raampjes en noem maar op. En die hele wand die kon open. Zomer en winter stond die wand of die schuifdeuren stonden open. Maar als je het heel erg koud had, weet ik nog wel, dan zaten we echt met winterjassen aan. En als we dan koude handen hadden, dan gingen we gauw naar de vloer en legden een tijdje onze handen op de vloer die verwarmd was. Ja, we hadden het misschien best wel koud, maar een van mijn medeleerlingen die vertelde het unieke verhaal dat wij nooit ziek waren. Het nadeel was dus inderdaad, als je op een andere school kwam en je altijd binnen zat, je dus prompt verkouden werd. En ik zou dus echt wel ervoor pleiten dat dit soort scholen weer terugkomen. De Sparta-school, zoals die vroeger heette, die wordt gekenmerkt door openluchtklassen die heel gemakkelijk in verbinding zijn te stellen met de buitenlucht door het wegschuiven van ramen aan twee kanten. Maar je kan ze ook dichtschuiven en dan lijkt het eigenlijk vrijwel een gewone basisschool te zijn, een gewoon leslokaal te zijn. Ja, waar we nu naartoe lopen, dat was onze klas in de vierde, vijfde en zesde. Ja. En toen vond je het een hele grote klas, zo, qua ruimte dan. En als je er nu komt, na zoveel jaren, dan zeg je, hebben we met 43 of 44 leerlingen gezeten in dit lokaal. En dat is natuurlijk, dat kan je niet meer voorstellen. Het voorste stuk, als het dus heel erg koud was, dat bleef dus dicht. En alleen het laatste stuk was dan open. En dat was voor die kinderen die vooraan zaten, was dat heerlijk. Het is zeker zo dat als er aandacht wordt besteed aan goede ventilatie in de klas, en dat dan de leerprestaties van de kinderen verhogen. Dat is gewoon aangetoond uit onderzoek. Een tweede aspect van het goed ventileren in klaslokalen is dat de gezondheid van de leerlingen en van de docenten toeneemt. Dus dat het schooluitval vermindert, dat er minder leerkrachten wegblijven, dus dat de effectiviteit van het onderwijs verhoogt gewoon. Kinderen, het is zulk mooi weer vandaag geweest en jullie hebben erg goed je best gedaan vanmorgen. Nou, vanmiddag na het rusten mogen jullie vrij spelen. Ja!